En het BOG gaat van start met drive- en walkthrough testlocaties. Het doel van de testen is om de COVID-19-uitbraak in Suriname in te dammen. Morgen worden er testen gedaan te Lelydorp, Kwarasang en Reisdijk. Woensdag volgt Paramaribo Noord vanaf de Gongrijpstraat, Prinsessenstraat, Tourtonnelaan en delen van Maretrete en Rainfield. Donderdag vinden de testen plaats in Paramaribo Zuid, Evramszegen, Menkendam en Tamenga. De exacte testlocaties zullen via de media en de COVID-19-website worden bekendgemaakt. Het BOG raadt een ieder met ziekteverschijnselen zoals koorts, koude rillingen en diarree aan om zich te laten testen. Voordat men wordt getest, worden de persoonsgegevens opgenomen. Het is daarom van belang om een ID-kaart of rijbewijs mee te nemen. Het resultaat van de test is binnen 48 uur bekend.